Goedemorgen iedereen, welkom bij weer een nieuwe vlog op ons YouTube kanaal. Het is vandaag 31 mei voor ons en dat betekent dat mijn best friend jarig is. Celine wordt vandaag 27. Ik ben haar cadeautjes aan het inpakken. Ik ga niet alles laten zien wat ik heb gekocht, maar deze wil ik wel laten zien. Ik heb ugly sneakers gekocht. Voor Celine, maar ook voor mezelf. Course. Ik heb die ook. En we waren, denk een week geleden of zo, in de Sasha. Toen hadden we die gepast. En toch uiteindelijk niet genomen, maar daarna hadden we allebei spijt. Dus nu ben ik die gaan halen en dan kan ik die straks afgeven. Ik ga mij, als ik de cadeautjes heb ingepakt, klaarmaken. Ik heb trouwens geen papier mee, buiten kerstpapier. Maar Celine zit al hele week te zeggen dat ze zin heeft in kerstmis. Want het is zo warm weer hier de laatste dagen. Dat we zo even zin hebben om cozy te zijn. Bij de kerstboom in dikke pyjama's. Dus ik dacht, ideaal, dan pak ik dat in met kerstpapieren. Om een beetje in de kerstsfeer te zijn. Maar ik ga dus mij na het inpakken klaarmaken. Want dan ga ik met Geert en Bilze de laatste keer opruimen. Ik denk als deze vlog online is dat mijn huis al officieel verkocht is. Maar maandag is het eindelijk zover. 4 juni. Oh, ik ben zo blij. Allee, als alles goed verloopt natuurlijk. Want you never know met hoe dat alles is gegaan. Als dat het geval gaat zijn. Maar duimen, fingers crossed, zal wel. Ik ben terug thuis. Met deze daar in de tank. Wat niet? Dat zien we niet. Nee. Goed opgeruimd, de hele dag. Alles is gedaan. Moet dus niks meer doen daar. Alles is done. Er staat nog één lamp van mij die ik misschien ga halen maandag. Voordat we de akte gaan tekenen, dat ga ik nog zien. Maar voor de rest is alles weg, alles gepoetst. Ben ik blij. Nu gaan we vertrekken naar Celine haar birthday party. En ik denk dat we een pizza party birthday gaan hebben. Pizza party birthday. Pizza party party birthday. Mag ik je trouwens even een complimentje geven? Waarom, ja? Op je inpakskills. Ik had niet genoeg inpakpapier van dit. Dus ik heb kerstpapier moeten gebruiken voor de rest. We zijn aangekomen bij de jarige! 27! Ben ik oud? Ja. Ja, ik ben al 27, dus ik ben al oud. Is deze niet heel mooi ingepakt trouwens? Ja. Heb jij dat gedaan? Oh, ja. Nee. Nee, ik. Mijn papier was op en... Ik kon er niet beslissen wel. Ja. En ik dacht, Celine zag toch al heel tijd voor kerstmis. Oh. Allee jong, nu heb je die toch gekocht. Ja. Oh, die zijn kei mooi. Ja, als je liever de zwarte wilt, nee, dan... Ik heb het bonnetje bijgehouden. Allee jong. Ja, ik vond die ook wel het mooiste. Oh. Pop en champagne. Kinder champagne. Oh, speciaal voor u het kippenlied. Op uw verjaardag. Ja, yes, dan had ik zoveel van ja. Kippen. Ik heb dat aangevraagd. Ja, wij hebben dat aangevraagd. Wow. Oehoe! Milka! Milka Vaisa! Brengt geluk, hè, als je dat zo kunt poppen. Ja. Ja. We gaan pizzatjes maken en Celine haar... Hoe noemt dat pizza? Jola? Pizza Red. Ik ga pizza Jola. Wat is je naam? Pizza Red, oké. Okay. En de pizza Red ziet er zo uit. Dat ze gekregen van Nick, dat ziet er echt tof uit. Geen niet nog. Echt een kleine pizzeria. Nee, nog niet, nee. We gaan pizzatjes maken. Alle ingrediënten zijn er. Kei veel. Maar spannend! Mijn is te dik. Mijn past niet.
Ik weet niet of jullie me nog zien, maar ik denk het wel. Het is best donker al. Het is 30:30. En wat? Nee, 10:30. Ja, je ziet dat. Je ziet ons nog wel goed, ja, op camera. Goed, ja. En we gaan nu een vuurtje maken en marshmallows eten. Super cozy. Bij het vuur, kijk. Gezellig. Milka is er klaar voor. Milka heeft zich al geïnstalleerd op het dekentje. En Milka. Milka. Ja. Ja. Milka. Hey. Milkska. Milka kijkt niet. Milka heeft iets gehoord. Ja, hey. Hallo. Milka, kom eens kijken. Oh, Milka. Nope. Aha. Aha, hey. Hey. Ja, op handen. Ja, over de berg. Ja. En jij, kom ook mee op berenjacht. Céline is haar scout skills aan het laten zien. Nu al moe. Good old times. Ellie heeft hier met doek nat gemaakt. Ellie is daarop gaan liggen. Ik ben hier met mijn friend Milkska. Enjoying the fire, yes. Ja. Heb je niet zo'n blokje? Ja, maar we moeten dat echt doen. Dat is echt mijn doel. Pak een aanmaakblokje. Nee, oh my god. Hoor ik dat toch grap aan? Ja, maar nu is dat misschien inderdaad wel vochtig. Hè? Tussen 5 na 12 zijn allebei zeer moe. Dus we gaan ons bedje inkruipen. Het was echt een. Muffin. Als Muffin loopt, dan gaat die buik echt zo. Het was echt een heel gezellige avond. Het was super tof. Echt waar. Heel fijn. Nick en Celine hadden dat heel fijn gedaan met de pizza retten. Of hoe noemt dat nu weer al? Pizza retten. En marshmallows was super gezellig. Samen zijn vuilniszakken nog aan het buiten zetten. Dus, daar komt ie. Hier is hem. Slaap wel iedereen. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Dus zeker thumbs up. En wij zien jullie... Morgen! Morgen.